Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering kijken we naar het VWO-examen van 2023 en dit is de eerste opgave die gaat over biodiesel uit algen. Je kunt het examen downloaden op Chemia.nl of gebruik de link in de beschrijving. Nou, eerst een stukje tekst. In het project Algepark van Wageningen University and Research wordt onderzoek gedaan naar de productie van biodiesel uit algenolie. Algenolie is een mengsel van triglyceriden dat in een aantal stappen in de algen wordt gevormd. Eerst fotosynthese, krijg je glucose en zuurstof. Een deel van die zuurstof reageert met glucose tot pyrodruivenzuur en water. En het pyrodruivenzuur wordt vervolgens omgezet tot algenolie. Uit het onderzoek bleek dat onder andere de algengroei wordt geremd door de ontstane zuurstof. Bij een bepaalde algensoort neemt de vorming van algenolie sterk af als het gehalte zuurstof dat na de omzettingen is overgebleven in de bioreactor hoger is dan 44,2 gram per kuub. De algen groeien in een buisvormige bioreactor die afgesloten is van de buitenlucht. Vraag 1. Geef de reactievergelijking van de omzetting van glucose tot pyrodruivenzuur. Nou, een klein beetje ruimte maken. Dit was wel een lekkere opgave om mee te beginnen. Even kijken, de formule van glucose die ken je vast wel. Dat is C6H12O6. Dat gaat dus reageren met zuurstof. En dan krijgen we pyrodruivenzuur. Nou, die formule die staat in de opgave. C3H4O3. En er ontstaat water, stond in de opgave, dus ook H2O. Nou, en die moet je kloppend maken. 6 C'tjes, dus dan schrijf je hier een 2 voor. En als je dan de H'tjes gaat tellen, hebben we hier 12 H'tjes. En na de pijl 2 keer 4 is 8. Dus dan moeten er nog 4 H'tjes bij, dus schrijf ik hier een 2. En dan kijken we even naar de O'tjes. 6 plus 2 is 8 O'tjes. 2 keer 3 is 6 plus 2 is 8 O'tjes. Dus zo is die kloppend. Gaan we naar vraag 2, daar staat een gemenigheidje in. Bereken de massa in gram pyrodruivenzuur die maximaal per liter is ontstaan als het gehalte zuurstof in de bioreactor 44,2 gram per kubieke meter bevat en de molaire massa van pyrodruivenzuur is gegeven. Nou, het gemenigheidje hier is die hoeveelheid zuurstof, dat is niet deze hoeveelheid zuurstof. Dat is namelijk de hoeveelheid zuurstof die met de pyrodruivenzuur gaat reageren en dat is maar een deel van de hoeveelheid zuurstof die is ontstaan. En dus hoeveel is er dan ontstaan? En hoeveel is er dan, want dit is wat er is overgebleven, hè, na beide reacties. Dus de eerste reactie die optreedt is die fotosynthese. 6CO2 plus 6H2O geeft C6H12O6 plus 6O2. Ja, die reactie ken je vast ook wel. En als je die twee reacties bij elkaar optelt, die samen dus plaatsvinden, nou, dan kun je dat glucose wegstrepen. En dan krijg je dus dat 6CO2 gaat reageren met 6. En er ontstaat 2H2O, dus met 4H2O. En dan ontstaat er 2 pyrodruivenzuur, 2C3H4O3. En één zuurstofmolecuul kun je wegstrepen, dus 5O2. En dit is de hoeveelheid zuurstof die na beide reacties in de reactor is overgebleven. Dus dit is de hoeveelheid die van die 44,2 gram per kubieke meter. Dus als we gaan rekenen, bereken de massa in gram pyrodruivenzuur die maximaal per liter is ontstaan. Dan gaan we dus beginnen met de hoeveelheid zuurstof. En dan kunnen we dus de massa berekenen, want 44,2 gram per kubieke meter. Nou, zo'n kubieke meter is 1000 liter, dus ik ga het vermenigvuldigen met 1000 liter. En dan komen we uit op 44,2 maal 10 tot de derde gram. Nou, dat rekenen we met de molaire massa van 32,00 gram per mol om naar mol. Moet je de massa delen door de molaire massa. Dus 44,2 maal 10 tot de derde deel je door 32,00. En dan kom je uit op, even spieken, 1,38 maal 10 tot de derde mol.
En daarom had ik net deze reactievergelijking opgesteld, want nu hebben we de molverhouding van de hoeveelheid zuurstof die is ontstaan, die dus na de reactie is overgebleven, naar de hoeveelheid pyrodruivenzuur die is gevormd. Dus nu kunnen we de hoeveelheid pyrodruivenzuur, 4O3, kunnen we de chemische hoeveelheid van uitrekenen. Dat is dus 2/5 van die 1,38 maal 10 tot de derde. En dan komen we uit op 5,53 × 10⁻² mol. Nou, met een molaire massa van 88,1 gram per mol kun je dat omrekenen. Nou, langzaamaan geen ruimte meer, maar die massa, dat kun je vast wel berekenen door het aantal mol keer de molaire massa te doen. Dus die twee getallen met elkaar vermenigvuldigen, kom je uit op 4,87 maal 10 tot de vierde gram. Dus dan hebben we uitgerekend hoeveel gram pyrodruivenzuur er is ontstaan in een liter. Kunnen we door naar vraag 3. De onverzadigde vetzuren in de triglyceriden van de algenolie zijn gebonden en hebben enkele structuurkenmerken gemeenschappelijk. De C-dubbelgebonden C-groepen hebben uitsluitend de cis-configuratie. Hè? Dus die dubbele bindingen zitten in de cis-configuratie. En er is steeds een herhalende groep. CH-dubbelgebonden CH en dan een CH2-groep. En die herhaalt zich steeds. Een voorbeeld van een veel voorkomend vetzuur in algenolie is linolzuur. En er wordt aangeduid met de verkorte notatie 18... staat dat 2 omega 6. En dat geeft informatie over het totale aantal C'tjes, dat is hier dus 18, het aantal dubbele bindingen tussen koolstofatomen, dat is dus 2, en de plaats van het eerste dubbele binding geteld vanaf de CH3-groep. En dan moeten we de structuurformule geven van DHA, en die heeft de verkorte notatie 22 staat tot 6 omega 3. En dan moeten we de structuurformule van tekenen. Nou, lekker dan, want 22 C'tjes, dat past waarschijnlijk niet op je blaadje. Dus schrijf klein, 22 koolstofatomen op een rij. Met aan het uiteinde natuurlijk de zure groep. Ja, dus dan hebben we 22 C'tjes met een zure groep. Nou, vroeger, dit hoef je niet te weten hoor, maar vroeger begon men hier te tellen. Alpha, en dan was dit de beta. En omega is de laatste letter van het Griekse alfabet, dit was dan de omega kant, dus het uiteinde, het einde van het alfabet. Vanaf die kant geteld zit de eerste dubbele binding op plaats 3. Dus 1, 2, 3, hier zit dus een dubbele binding. Nou, volgens deze verkorte notatie moeten er 6 dubbele bindingen zijn, maar je ziet dat er steeds 1 CH2 is voordat de volgende dubbele binding er komt. Hè? Dus we hebben hier die atoomgroep die daar gegeven is in de opgave. Dus dat betekent dat hier de volgende dubbele binding zit. Met hier weer een CH2 en de volgende. En dan heb ik er al 3 getekend. En ik moet uiteindelijk, even kijken, CH2 weer eentje. Ik moet er 6 tekenen. CH2 weer eentje. CH2 en weer eentje. Nou, nu ga je alle haartjes tekenen. Let op dat je bij die dubbele bindingen niet te veel haartjes tekent. En dan heb je DHA. Nou, dan moeten we rekening houden met die cis-configuratie. Nou, als je dat iets duidelijker wil tekenen, dan ga je dus deze groep ga je tekenen in de cis-variatie. Dus echt duidelijk met die hoeken van 120 graden. En dat komt er dan als volgt uit te zien. Eerst die twee C'tjes aan het uiteinde met hier de eerste dubbele binding in de cis-configuratie. De haartjes zitten aan dezelfde kant. Dan hebben we een CH2 voordat de volgende dubbele binding komt. Dus CH2 met weer een dubbele binding in de cis-variant. Dan weer een CH2, dat was die herhalende groep, hè. Dan weer een CH2 met die dubbele binding. Dan weer een CH2 met die dubbele binding. Totdat we de 6 hebben. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan hebben we, heb ik nou 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. En dan hebben we 19 C'tjes, maar we moeten naar 22 C'tjes. Dus dat zijn die laatste 3 C'tjes, komen er nog bij aan met de zure groep. Dit is het antwoord op vraag 3. Door naar vraag 4. Als er voldoende algen zijn gekweekt, wordt de algenolie uit het mengsel geëxtraheerd. Biodiesel wordt verkregen door de reactie van algenolie met methanol.
En dan zien we hier vereenvoudigd de reactie met de juiste coëfficiënten. 1 staat er 3, staat er 1, staat er 3. Bij een proefproductie werd 500 gram algenolie met voldoende methanol gebruikt en de gemiddelde molaire massa van die olie was 884 gram per mol. En op die manier kregen ze 0,392 liter biodiesel, dus 392 milliliter. De dichtheid van die diesel is gegeven en de molaire massa van die biodiesel is gegeven. En we moeten het rendement berekenen en we moeten letten op de juiste significantie. Nou, even een beetje ruimte maken. We beginnen met de algenolie die is gekregen. De algenolie die is gebruikt en die massa is 500 gram. Nou, met de behulp van de molverhouding 1 staat tot 3 gaan we uitrekenen hoeveel biodiesel je mag verwachten. En dat gaan we vergelijken met hoeveel biodiesel ze hebben gekregen. En dan kun je het rendement uitrekenen. Nou, dan moeten we dus naar de molverhouding toe rekenen. Dus nemen we de molaire massa van die algenolie, die staat in de opgave, gram per mol. En dan kun je de chemische hoeveelheid berekenen. Moet je de massa delen door de molaire massa 500, delen door 884. En dan komen we uit op 0,566 mol. Nou, dan gaan we de molverhouding gebruiken om de hoeveelheid biodiesel uit te rekenen. En de molverhouding is 1 staat er 3, dus 3 keer zoveel. Tussentijds niet afronden, hè. Je mag wel afgerond opschrijven. Maar in je rekenmachine reken je door met de niet afgeronde waarde. 1 staat er 3, dus krijg je 1,7 mol biodiesel, hè, als de reactie 100% zou verlopen. Nou, met de molaire massa gaan we dat omrekenen naar grammen. Die molaire massa is 296 gram per mol. Kun je de massa berekenen, moet je die twee met elkaar vermenigvuldigen. Dus 1,70 keer 296. Daar kom je uit op, even spieken, 502 gram. Nou, de dichtheid die is gegeven in de opgave, die is 0,874 maal 10 tot de derde kilogram per kubieke meter. Ga ik hiernaast verder. Dan kun je het volume berekenen. Dan moet je de massa moet je delen door de dichtheid. Nou, die eenheden die passen niet bij elkaar, dus we gaan die grammen even omrekenen naar kilogrammen. Dan passen die eenheden namelijk bij elkaar en dan kunnen we dus die 0,502 delen door 0,874 maal 10 tot de derde. En dan komen we uit, even spieken, op 0,000575 en de eenheid is nu kubieke meter. Nou, we willen dat vergelijken met het volume dat ze werkelijk hebben gekregen, dus we rekenen het om naar liters, moet je keer 1000 doen. 0,575 liter. Hey, dat is minder dan dat ze gekregen hebben. Dit is wat je mag verwachten. Dus het rendement is 0,392, wat je werkelijk hebt gekregen. Delen door wat je mag verwachten op basis van de reactievergelijking. Keer 100% en dan kom je uit op 68,2%. We moeten letten op de significante cijfers. Even kijken, welke gegevens hebben we? 500, dat zijn 3 cijfers. Deze molaire massa is in 3 cijfers, de dichtheid is in 3 cijfers, dit getal is in 3 cijfers, dit getal is in 3 cijfers. Dat betekent dus dat we hier 3 significante cijfers mogen geven. En dat is een puntje waard, hè, van die 5. Dus let op die significantie. Gaan we naar de laatste vraag van deze eerste opgave, vraag 5. Op de uitwerkbijlage is het blokschema van de omzetting van algenolie tot biodiesel onvolledig weergegeven. Aan een reactor R1 met daarin het enzym lipase worden de algenolie en een ondermaat methanol toegevoegd. In een scheidingsruimte S1 wordt de ontstaande glycerol afgescheiden van de overige stoffen. De omzetting van de algenolie is na één reactor niet volledig. Door om en om meerdere reactoren en scheidingsruimtes te plaatsen, wordt een zo hoog mogelijke omzetting bereikt. De ondermaat methanol is zo gekozen dat de hoeveelheid methanol na elke reactor te verwaarlozen is. En dus het reageert steeds op. In het uiteindelijke proces werden 10 reactoren en scheidingsruimtes gebruikt
En in het blokschema is met één blok de herhaling van reactoren R2 tot en met R9 en scheidingsruimtes S2 tot en met S9 aangegeven. In reactor 10 wordt een overmaat methanol toegevoegd, zodat de algenolie volledig wordt omgezet tot biodiesel. En in scheidingsruimte S10 wordt tenslotte de biodiesel afgescheiden van het mengsel dat afkomstig is uit R10. Nou, dit stukje tekst hebben we nodig. Dit is wat klein. Ik hoop dat je het nog lezen kunt. En we moeten op de uitwerkbijlage het blokschema compleet maken door R10 en S10 te tekenen. Dus na dit hele setje krijgen we nog een reactor R10. En daarna nog een scheidingsruimte S10. Nou, en eens even kijken. Goed lezen is het, hè? We moeten nu de ontbrekende pijlen tekenen en de stoffen, en dat mogen we met een nummer doen. Aan reactor R1 wordt de algenolie en een ondermaat methanol toegevoegd. Dus algenolie gaat erin, dus ik schrijf hier een 1. En een pijl erin voor methanol, dus nummer 4. Nou, methanol reageert helemaal op, want het was de ondermaat. En dan gaat die algenolie, die gaat hydrolyseren tot die, wordt omgezet tot die biodiesel en glycerol. Maar omdat het methanol in ondermaat is, wordt niet alle algenolie omgezet. Dus hebben we nog algenolie over, er ontstaat biodiesel en glycerol. En die glycerol die wordt hier afgescheiden in scheidingsruimte 3. En dan gaan ze verder met die biodiesel en die algenolie. Nou, dat gaan ze dus een paar keer herhalen. Dus ze doen er steeds allemaal een beetje methanol bij, steeds een ondermaat. En dan wordt telkens in al die scheidingsruimtes wordt dat glycerol wordt afgescheiden, dus nummer 3. Nou, aan het einde van die reactiestappen hebben we dus gekregen algenolie, biodiesel en dat zijn de twee stoffen die erin zitten. De glycerol die is afgescheiden en de methanol was in ondermaat. Maar nog steeds is er algenolie, heeft nog steeds niet helemaal gereageerd. Dus in de laatste reactor doen ze er een flinke plens, een overmaat methanol bij, zodat alle algenolie wordt omgezet. Dus 1 is er niet meer, maar we hebben wel biodiesel gekregen. En er is natuurlijk nog een klein beetje glycerol ontstaan. En omdat 4 in overmaat is, is er ook nog wat methanol. En dat wordt hier gescheiden, de biodiesel die komt eruit en die wordt gescheiden van de glycerol en de overmaat methanol. Nou, dit is de laatste opgave van dit eerste, of laatste vraag van dit eerste opgave. Wil je nou examens oefenen? Kijk op chemia.nl, daar vind je steeds meer examens uitgewerkt in videolessen zoals deze. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.